Gisteren is mijn Engels kanaal van start gegaan. We hebben gewoon al meer dan 13.000 abonnees. Holy shit! Even voor de duidelijkheid, ik stop niet met dit kanaal. Dit kanaal blijft het hoofdkanaal gecentreerd. De generale kanaal van de kanalen. Op dit kanaal upload ik dagelijks. Op het Engels kanaal 1 à 2 keer per week. Voor het begin aan de video ga ik nog even heel wat mensen blij maken. Ik vind het altijd leuk om zo nog eens iets te zien wat je al super lang niet meer hebt gezien. En het al zo na een jaar nog eens terugzien. Dat je echt zo denkt, ik heb een mooie childhood gehad. En ik denk dat ik nu enkele mensen heel blij gaan kunnen maken door één video te tonen. Dit is volgens mij de beste parodie die ooit gemaakt is in Nederlandse YouTube geschiedenis. Dit is een fucking oude video. De tekst is geniaal, de clip is geniaal. Het is fucking geniaal liedje. Let's go. Om de kak, kaasoufflé, slingers rij, niet vrij, jongens doe maar mee. P-O-E-P poep, een bruine gelei, lekker vloeibaar, of met blonde. What the fuck? Mijn hart breekt als ik dit liedje hoor. En ik hoop oprecht dat ik nog wat mensen heb kunnen doen smelten door de frisse P.O.A.P. poep beats. Ik vind het een fucking vet nummer. Het is geniaal. Linkje beneden. En als ik jou heb doen smelten met het liedje, doe dan zeker een duimpje omhoog. En als dat niet gebeurd is, doe dan ook een duimpje omhoog. En like gewoon de video. En ik ben Acid. En ik zou zeggen, let's go! Yo YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een hele speciale dag. En dan zeg ik elke video en eigenlijk is dat niet zomaar oké. Okay. Dat zei ik ook eigenlijk echt al in elke video. Ik heb nieuwe camera instellingen, dus normaal zien jullie mij nu veel smoother. Hello guys! Vandaag gaan we het hebben over iets heel speciaals. Want na mijn video van die condom challenge, waarin ik iets zei van, ga gebruiken dan challenges. Misschien ooit in mijn leven ga ik seks hebben. Waarschijnlijk. Hopelijk snel. Ja, dat dus. Er waren er allemaal mensen die zeiden van, hé, jij gaat nooit seks hebben. En je moet niet hopen dat je seks gaat hebben. En ik ga dood. En oké. Okay. Let op. Ik heb condooms. Ik giet ze over mijn hoofd. Ik ben een YouTuber. Ik ga weer dood. En ik zeg in een video dat ik nooit seks ga hebben. Dan neem je dat niet serieus. Sarcasme is een heel mooi woord. En is een hele mooie vorm van humor. En nu ga ik iemand killen. En oh shit baby, what a... Oh, 90% van alles wat ik zeg tegen jullie is sarcasme. Dit ook, waarschijnlijk is het maar 10%. En sommige mensen nemen dingen veel te serieus. Als ik zeg dat ik graag seks wil, dan is dat ook zo. Als ik zeg dat ik nooit seks ga hebben, dan is dat niet zo. Als ik zeg dat ik nog 100.000 subs wil halen voor nieuwjaar, dan is dat zo, maar dat gaat nooit gebeuren. En als ik zeg dat ik erdoor ga zijn voor mijn examen, dan is dat... Dan is dat niet zo. Oké, even serieus, mijn examens gaan... Oké zijn, denk ik. Waarschijnlijk een paar mindere vakken zoals altijd. Maar over het algemeen gaat het wel oké zijn. Hello, motherfucker. Hello, other motherfucker. Hello, other motherfucker. Holy shit. En dan zijn er mensen die zeggen dat ik slecht ben in dit spel. Shut the fuck up. En vooral die mensen die zeggen van... Vooral die mensen die zeggen je upload veel te weinig. Komt allemaal goed. Ik denk dat ik een tijdje in de kerstvakantie 2 video's per dag ga uploaden. En dan, ja, gemengd met mijn Engels kanaal. Dus wordt gewoon top. Jullie moeten niet zeggen dat ik te weinig upload, want er komen heel veel video's aan. Schrijf dat maar in je agenda. Maar om het dan toch nog even over seks en het specifiek te hebben. Ik heb nog nooit seks gehad. Daar ben ik eerlijk over. Ik ga niet zoals alle andere YouTubers een Q&A maken. Met de titel, ik ben naakt. En dan, als, ja, je weet wel wat ik bedoel. Nee, ik zeg gewoon eerlijk tegen jullie. Ik heb nog nooit seks gehad. En als ik seks bedoel, dan bedoel ik echt gewoon dan bedoel ik echt gewoon, hoe kan ik dat uitleggen op een kindvriendelijke manier? Ja, dat is. Ik heb wel al andere dingen gedaan. Ik denk dat het wel algemeen gekend is dat elke jongen wel, ja, een beetje seksistischer is dan de meeste meisjes. Maar ik vind dat dat ook niet erg is. Ik bedoel, 10.000 jaar geleden was het misschien een taboe om over seks te praten. Maar ik denk, ik vind dat dat nu gewoon moet kunnen. En dat dat gewoon in deze maatschappij perfect mogelijk is. En ik vind dat slechte punten halen op een examen ook gewoon mag. En, wow, ja, doodgaan op Call of Duty mag ook. Condooms over je hoofd trekken mag ook. Drank gebruiken onder de 18 mag niet. Maar iedereen doet het toch, dus what the fuck. Als een YouTuber zegt, ik drink alcohol, is het meteen al een hele taboe op YouTube. Jupiler represented. Maar voor de rest ben ik ook niet zo'n alcoholieker hoor. Ik drink wel eens iets, maar ik bedoel, ik ben een YouTuber. Ik heb geen leven, dus ik ga niet echt veel naar feestjes. En als ik dan naar een feestje ga, dan neem ik mijn vlogcamera mee en film ik daar. Dus dan kan ik ook al niet te veel drinken of dan zou ik die camera laten vallen. Do you guys feel my pain? Do you guys feel my suffering? Ja, oké. Okay. Kijk, ik ben ook gewoon bijna nooit dronken. Omdat als ik dronken ben, dan kunnen mensen mij filmen. En is heel mijn YouTube-carrière ook naar kloten. Dus ja, oké, okay, ja. En voor al de fucking mensen die zeggen dat ik suck in Call of Duty. Jullie hebben echt niet gelijk. Ik ben fucking goed
En ik speel gewoon op een heel speciaal niveau. Oké, jullie hebben wel gelijk. Ik suk fucking hard. Sommige mensen moeten gewoon een beetje minder keren om de levens van andere mensen. Dan is de wereld zo'n chille plek. 90% van alle ruzies die ik al heb gehad in mijn leven, is omdat er iemand zich bemoeit met de zaken van iemand anders. En oké, soms is dat goed dat je eens tegen iemand gaat zeggen wat hij niet en wel moet doen. Maar 90% van de keren als hij dat doet, dan kom je over als een volwassene. En dat is nooit positief, want volwassen mensen sukken dik. En ik refer nu even naar Kids Next Door. Als er hier mensen zijn die vroeger naar Kids Next Door gekeken hebben, dat was mijn childhood. Dan ben je een real motherfucking kind. Daar waren het altijd de kinderen die gingen vechten tegen de pubers en de volwassenen. Fuck de volwassenen, fuck oud worden. Blijf gewoon lekker kind en zeg fuck you tegen volwassenheid. Dat doe ik toch. Wat dan, word nu toch eens volwassen? Nee, fuck off. Volwassen worden is een virus die zich sneller verspreidt dan dat je denkt. Het is in je huis. Het is op je school. Het is je toekomst. Ja, oké. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het nu een leuke video? Zeker dat je volgende keer zit. En ik zie jullie weer de volgende keer als deze video niet wordt verwijderd. Ja! Hallo!